Stevenskerk is vrijdagmiddag de expositie van de winnende foto's van de Zilveren Camera feestelijk geopend. De Zilveren Camera wordt gezien als de belangrijkste onderscheiding voor nieuwsfotografie en bestaat dit jaar 70 jaar. De expositie loopt tot en met 5 mei. Tijdens de expositie zijn verschillende foto's te zien die elk een ander thema beslaan, waaronder politiek, documentaire en regionaal nieuws. In de laatstgenoemde categorie is de lokale fotograaf Flip Fransen de winnaar. Met zijn foto Laag water in de Waal is hij de prijswinnaar. Fransen is tevens genomineerd voor de Publieksprijs. Alle foto's van de winnaars en genomineerden in de verschillende categorieën zijn vanaf zaterdag 6 april te bezichtigen.